Erfgoedvereniging Heemschut zet zich in voor de waardering en het behoud van erfgoed. Ook van het jongste erfgoed. Dat erfgoed noemen we ook wel post-65 erfgoed. Het is gebouwd na 1965. En ik ben hier in Nijmegen bij een voorbeeld van bedreigd erfgoed uit deze periode. De geschiedenis van kinderdorp Neerbossen is uniek. Op deze plek in Nijmegen zie je de geschiedenis terug van de ontwikkeling van de jeugdzorg in ons land. De architectonische vertaling gedurende 150 jaar is in een aantal bijzondere gebouwen bewaard gebleven. De paviljoens worden nu bedreigd door sloop. Daarom ziet Heemschut graag dat ze worden aangewezen als monument. De Wezenkapel is al een rijksmonument. De paviljoens zijn nu echter vogelvrij. In de 19e eeuw was Neerbos de grootste weesinrichting van Nederland. Het had grote, strenge paviljoens met zalen voor al die kinderen. En in het midden stond natuurlijk de kerk. Die is er nog steeds. In de 20e eeuw veranderde de opzet van dit gebied. Toen werd het gebied opener en werden de paviljoens transparanter. Architect Johannes Tuinenburg-Muis ontwerpt in 1964 een nieuw stedenbouwkundig plan met een aantal paviljoens in een honingraadvormige opstelling. De kern van ieder gebouw is een open haard met gemeenschappelijke ruimtes. De gemeente heeft helaas niet besloten tot aanwijzing van deze gebouwen tot monument, maar erkent wel de waarde van het hele gebied. En dat moet het uitgangspunt zijn bij de herontwikkeling van Neerbos. Want het zou toch zonde zijn als deze structuralistische paviljoens zouden verdwijnen en dat daarmee dit stukje jongste geschiedenis niet meer zichtbaar zou zijn.